Citrix zelf heeft bekendgemaakt kwetsbaar te zijn. Ja. Dus die hebben gewoon ontdekt in de fabriek. En dat zal met wat misbaar gepaard zijn gegaan. Jongens, het deugt niet. Dat was 17 december. Vandaag pas sluit de Tweede Kamer zijn servers af. Dat is een maand later. Ja, en dit is precies. En dit laat een beetje onze moeilijkheid zien met de omgang hiermee. Dus wat ik hiervan vind is dat het laat onze kwetsbaarheid zien. Hè? Dus als je de digitalisering in al zijn vormen omarmt, en dat doen we, dan weet je dus ook dat je kwetsbaarder kan worden. Nou, dit is zo'n kwetsbaarheid. En volgens is natuurlijk de vraag, ja, hoe ga je er dan mee om? Een half jaar geleden hadden we een vergelijkbaar geval. En ik zal het graag even uitleggen, omdat dat ook dezelfde pijn laat zien, zeg maar. Maart vorig jaar wordt er door onderzoekers een kwetsbaarheid ontdekt in een VPN-verbinding. Het is niet helemaal hetzelfde, maar daarmee maak je een veilige verbinding tussen thuis en kantoor. Die wordt gemeld bij PulseSecure, heet dat. Die wordt gemeld en PulseSecure zegt, we gaan aan een oplossing werken. Een maand later hebben ze die oplossing. Dan gaan ze alle bedrijven die dat ook in Nederland, en er zijn er heel veel, die dan ook de Volkskrant, die daar gebruik van maken, zeggen, je moet even updaten. Dat is het enige wat je moet doen, even updaten. Dit is dus in april 2019. Mm-hmm. Dan volgt mei, dan volgt juni, dan volgt juli. Dan zeggen ze nog een keer, iedereen even updaten. Hè? Dan ben je er vanaf, dan bestaat die kwetsbaarheid niet meer. In augustus gaan die onderzoekers laten zien hoe je er misbruik van maakt. Dus hoe je er echt kunt hacken. Dan schrikt ook het Nationaal Cybersecurity Center in Nederland. Die zegt, oké, de allerhoogste waarschuwing. Hè? Iedereen moet dit nu echt gaan doen. Dan in augustus is er een onderzoeker, Matthijs Koot. En die denkt, laat ik eens kijken in Nederland. Waar draait deze VPN-verbinding eigenlijk? En wie is nog kwetsbaar? Dan komt hij uit bij Boskalis, bij Shell, bij KLM, het ministerie van Justitie en Veiligheid, Luchtverkeersleiding Nederland. We zijn inmiddels een half jaar verder en geen van deze organisaties is het gelukt om deze update uit te voeren. En die staat dus in principe gewoon open. En omdat dat is niet gelukt? Omdat dat te ingewikkeld is? Of omdat ze daar gewoon denken... Nou ja, dat is dus dubbel. Maar dat had in het geval bijvoorbeeld van Luchtverkeersleiding Nederland, dat systeem is meteen offline gehaald. Maar dat is nu nog steeds actueel, as we speak. Nou ja, nu hebben we dus een nieuwe kwetsbaarheid. En ook nu nog steeds advocatenkantoren, academische ziekenhuizen staan open voor deze kwetsbaarheid. Maar zijn we ziende blind? Zijn we eigenwijs? Willen we het niet horen? Zijn we toondoof? Nou ja, dat is een goede vraag. Ik geloof ook dat het ermee te maken heeft dat we niet altijd de dreiging zien. En dat het dus heel moeilijk is om die te begrijpen. En om ook te begrijpen dat je die daadwerkelijk kan misbruiken. Mm-hmm. En dit is een van de nieuwe risico's die ontstaan bij digitalisering. En zitten we ook wel achter die hackers aan, die het doen, zeg maar. Want we kunnen allemaal wel het hekje dicht proberen te houden. Misschien kunnen degenen die het hekje intrappen ook achteraan gaan. Ja, maar dat is heel lastig, want die laten niet vaak een stempeltje achter van, kijk, hier komen wij vandaan. Die verschuilen zich weer achter allerlei servers. Dus dat is heel moeilijk. Je kan niet zomaar achter een hacken. Dat kost ontzettend veel tijd. Wat willen ze? Wat willen ze eigenlijk? De hackers? Ja. Dat kunnen heel verschillende redenen zijn. Als jij... Willen ze de informatie hebben? Willen ze het gijzelen? Willen ze geld en de informatie weer teruggeven? Als je weet dat ASML openstaat en je bent een Chinese staatshacker, dan ga je daar meteen naar binnen en dan steel je het intellectueel eigendom. Als jij bij een ziekenhuis bent, dan kun je bijvoorbeeld denken van, nou, we gaan gijzelsoftware installeren. Mm-hmm. Gebeurde ook bij de Universiteit Maastricht. Ja, zullen we daar even naar kijken? Dat was dat is ook een lopend onderzoek. Dat is ook een recent voorbeeld. Ja, vlak voor de kerst was dat, 24 december. Niet echt fijne feestdagen voor de Universiteit Maastricht. Vlak voor de kerst werd de universiteit gehackt. Het complete computernetwerk kwam stil te liggen. En nu, 3 dagen later, blijkt hoe ernstig de situatie is. Er is nog altijd geen mailverkeer. Studenten kunnen niet bij essentiële gegevens voor hun studie. En de universiteitsbibliotheek is offline. Allemaal het gevolg van gijzelsoftware.